Welkom in de nieuwe Boekencast aflevering, dit keer aflevering 66. Aflevering 66, Natie Miljardairs. En als je naar de video kijkt, hebben we het boek nu in beeld van David de Jong. En op de voorkant zie je die miljardairs staan. Met de ondertitel De donkere geschiedenis van de rijkste families van Duitsland. Tom, jij hebt nog twee andere versies van het boek, de Engelse en de Duitse. Wil je die ook nog in beeld brengen? Omdat ik Nou, namelijk een andere voorkant heb. als jij dat vraagt, ja, Ja, dat doe ik dan bij deze. Brownes Erben. Ik heb het in Duits gelezen, want die uitgave die had ik het eerste. De Engels heb ik ook. En het is wel aardig, omdat het een verschillende voorkant Ja. heeft. En dat zegt soms ook wel iets over het lezerspubliek en wat men weet. En dan hou ik meteen ook weer op over die kaft. Omdat die foto van de Duitse versie, en daar komen we dadelijk wel op. Dat is in Duitsland een foto die de mensen herkennen als je in Duitsland woont en dat thema kent. En die zul je in Nederland niet zo snel herkennen. Dus. Ja, en wat grappig is natuurlijk, voor mijn korte analyse, is deze gaat over de Rijksfamilies van Duitsland aan de voorkant. En dus daar staan die miljardairs op. Bij jou gaat het eigenlijk over een slechte oorlogsgeschiedenis van mensen die overleden zijn, die vermoord zijn of die nou, zelfmoord hebben gepleegd. En dus dat is ook weer acceptabel voor de Duitsers natuurlijk. Hè. Dus, want dit is natuurlijk weer heel erg confronterend, want deze families zijn nog steeds gewoon puissant rijk in Duitsland. Ja, maar hier gaat het erom dat Goebbels daarop staat met Magda, hè, dus die gescheiden is. Daar komen we ook in het boek wel over, van Quandt. En Harold Quandt staat hier in zijn Hitlerjugend, Ja. in zijn HJ-uniform. En het boek gaat over primair over de Quandts. Maar goed, daar hebben we het Oké. daar ook over. David de Jong is op dit moment correspondent van een Financieel Dagblad in het Midden-Oosten. Hij was verslaggever voor Bloomberg News. Daarvoor heeft hij heel veel onderzoek gedaan naar deze families in die tijd. En hij heeft daarvoor 4 jaar in Berlijn gezeten voor dit onderzoek. Om even aan te geven hoe diep hij hierin zit. En overigens, als je een apart hoofdstuk wat hierover gaat, de verantwoording van de bronnen, zie je ook hoeveel moeite die heeft gedaan in het ontdekken van de bronnen, in het checken van bronnen, interviews, gesprek met mensen. Dus zeer interessant om te lezen. Het is echt een bijzonder boek. Ik denk niet dat ik eerder zo'n bijzonder boek heb gelezen. Het leest als een soort verschrikkelijke horrorroman. Het leest heel prettig. Je wordt geconfronteerd met heel veel geschiedenis wat je niet weet. Ik niet wist in ieder geval. En wat ik bij mezelf merkte is dat ik anders ging nadenken over producten die ik voorheen misschien wel ambieerde, zeg maar. Dus en Porsche is natuurlijk een fantastische auto. Van ik denk, oh wauw, het is een Porsche. Wauw, 911, wauw. En nu denk ik, oh shit, een Porsche. En dat doet het boek wel een beetje. En het is ook bijzonder, want er zit een verhaal in de dingetjes en het loopt door elkaar. Families lopen door elkaar. En ook grappig, bijzonder is dus die quotes onder andere uit het dagboek van Goebbels, waardoor je een soort verhaallijn krijgt van het leven van de slechteringen, maar dan in een familiaire omstandigheden, waarbij je gewoon de normale familie dingetjes ziet. Het is een boek waarin je dus verrast wordt door de rijkste families van Duitsland die het nazisme ondersteunen. En ze vergaren eigendom van bedrijven op onterechte manier omdat ze Joodse eigenaren onteigenen. Ze maken gebruik van slaven, krijgen ze van voor het werk in fabriek. En dan ontlopen ze ook nog een straf. En als laatste in het boek zie je dat de kinderen, de overlevenden, de kinderen, ook nog dit willen beschermen, verdekken, uit beeld laten. En dit grondig onderzoek in dit boek heeft mij met andere ogen naar dit soort grote bedrijven in Duitsland doen kijken. En wat me ook nog dan bekruipt, het gevoel dat het waarschijnlijk nog veel meer bedrijven in Duitsland is gebeurd, wat je hier niet eens realiseert. Ik was in Berlijn deze zomer. En we waren bij het museum, het Joodse museum. En daar zie je een bepaald moment, al die plakketten staan buiten. Het was een hele mooie dag, liep ik daar buiten langs. Dat was de tweede keer dat ik dat had gedaan. En daar zie je een bepaald moment, en nu viel het aan mijn kop, ook over de medewerkers van Siemens.
Daar had ik ook weer niet over nagedacht. Wat in het boek niet genoemd, maar dus daarmee, ik was het boek aan het lezen, dus ik legde die link op mijn talk. Ondanks dat het 345 pagina's is, het boek, het is echt goed te lezen en er gaan heel veel familienamen door elkaar en dat maakt het soms ook wel wat ingewikkeld, maar echt, echt een bijzonder boek. Nou, lange intro van mij. Wat vond jij, Tom? Ja, ik heb het boek natuurlijk, of tenminste natuurlijk, ik heb het boek voorgesteld. En ik zal ook even zeggen waarom. Ik denk in ieder geval dat het in zoverre het doel bereikt is op basis van wat jij nu al hebt gezegd. Ik kreeg het boek aanbevolen door iemand in mijn kennissenkring. En die zei van, David is met dat boek bezig, dat zou jij moeten lezen. Nou, waarom kreeg ik dat boek aanbevolen? Ja, omdat je natuurlijk wel ziet dat wij met het thema verantwoordelijkheid als ondernemer, dat we het daar wel vaker over hebben en eigenlijk in principe dat ook met elkaar willen combineren. Tweede punt wat ik wil noemen is dat, wat interessant is, David de Jong is natuurlijk een Nederlandse journalist, dat is natuurlijk gewoon leuk. Maar wat interessant is, is dat, en dat komt in het boek ook ter sprake, dat wat hier in het boek staat voor het allergrootste gedeelte bekend is in Duitsland. Alleen omdat die werelden gescheiden van elkaar zijn en dat dan alleen in Duits is en bijvoorbeeld Nederlanders daar niet over lezen en ook het Engelstalige publiek daar niet over leest, zijn die dingen die hier in dat boek staan voor een heel groot gedeelte niet bekend in de rest van de wereld. In Duitsland is dit bekend wat in dat boek staat. Ik heb in Berlijn geschiedenis gestudeerd. Direct na de val van de muur, 10 jaar in Berlijn geleefd. Dus ik vond het interessant en daarom heb ik dat boek ook genomen. Omdat het ten eerste dus dit oplost, dit probleem. Dat wat in Duitsland bekend is, in de rest van de wereld veel minder bekend is. Tweede is dat het boek heel goed leest. Dus het leest als een soort filmscript. Ik heb vast het idee, alsof het ook zo geschreven is, dat het onmiddellijk verfilmd kan worden. Het zou me ook helemaal niet verbazen als ik ergens lees, dit boek wordt verfilmd. Het leest als een trein. En dus er komen een hele hoop aspecten samen. Dus als je eigenlijk iets wilt bereiken, dan is dit een hele goede manier, omdat het juist geen wetenschappelijke, historische studie is die alleen maar door historici of wetenschappers wordt gelezen, maar waar je gewoon zegt van nou, als je eens een lekker boek wil lezen, dan neem het maar mee in de herfstvakantie, want je hebt het gewoon in één keer uitgelezen. Dus bijvoorbeeld mijn vrouw of mijn partner is in dat boek begonnen, in de Duitse versie. Je hebt het gewoon in één ruk uitgelezen. Dus ja, ik hoop dat uiteindelijk aan het eind van de podcast mensen zeggen, oh, ik ga dat boek kopen. Ten eerste omdat het heel goed leest, maar omdat de inhoud eigenlijk ook wel veel meer relevantie heeft dan dat je wellicht zou hebben gedacht. Wij doen deze podcast, boekenpodcast. En wij is aan de ene kant Tom van Lubbe. Welkom, Tom. Ja, welkom. Dankjewel. En aan de andere kant Erno Hanink. En het boek hebben we gekregen van de uitgever via de auteur zelf. Dus even vermelden dat we het boek hebben gekregen. Dat betekent overigens niet dat we bepaald nu veroordeeld zijn om deze bespreking te doen. Zoals we elk boek bespreken hebben. Over het algemeen ook qua kritische kantpunten. Alhoewel, deze inleiding verraadt al vrij veel hoe we het boek denken, denk ik. Het boek bestaat uit 6 delen. Volstrekt middelmatig. Het nationalistische spook zal spoedig voorbij trekken. De jongens zijn inmiddels al mannen geworden. Jij zult verder leven. 9 nullen en de afrekening. En er zijn eigenlijk allemaal quotes die in het boek terugkomen, in het hoofdstuk zelf terugkomen, die gezegd worden door een van de hoofdrolspelers. En nou, dat is wel, het is apart. Het begint met een epiloog en een inleiding. En in de epiloog zie je dat waar eigenlijk zijn motivatie ook een beetje vandaan komt. En de stambomen die je dan vindt achterin ook in het boek, de uitleg van de verschillende families die hierin worden genoemd. En voorin in het boek, en dat is ook super handig, dat had ik me eens, toen ik begon te lezen, niet eens gerealiseerd, maar voor in het boek zat ook een overzicht van alle namen van alle hoofdrolspelers. Het is wel een plek, als je iemand lezer bent en je bent het even kwijt, om terug te kijken, oké, hoe zat het ook alweer, wie speelde daar een rol in, waar zit het ook alweer? En dat had ik pas achteraf ontdekt. Maar het is handig om te gebruiken, zeker als je in de war raakt van veel namen. Ja, weet je wat nou bijvoorbeeld zo grappig is? Dat in de Duitse uitgaven dat gedeelte van die hoofdrolspelers er niet in zit.
Dus dat kan ik me niet meer Dus voorstellen. wat ook weer iets zegt over wat is er bekend en wat is er niet bekend. Maar goed, Nee, precies. Dat kan ik me niet meer voorstellen. klein Ja. detail. Ja. Oké, ik begin met een proloog. De proloog gaat vooral vanuit mijn optiek over de vergadering in 1933, waarop het geld bij elkaar wordt gehaald voor de verkiezingscampagne. En de verkiezingscampagne voor de Nazi-partij, waar ze dus 3 miljoen Rijksmark verzamelen, door de rijkste en invloedrijkste zakenlieden op dat moment in Duitsland. Eigenlijk wat je hier ziet is, wat ik hier heb gezien is, dat deze invloedrijke zakenlieden de verovering van Duitsland door Hitler en dus de oorlog later hebben mogelijk gemaakt. De namen die je hier al gelijk terugvindt is Goebbels, Jozef Goebbels, Günther Quandt, die speelt maar eigenlijk ook, Friedrich Flick, Baron August van Vink, heel apart, Flick en van Vink, Porsche en Pietsch en de familie Uttke. Die komt in dit deel niet terug, maar die komt later zeker terug. Dat is uit de epiloog. Ja, wat misschien belangrijk is, is dat, en dat boek is wat dat betreft briljant opgebouwd, die vergadering, de mensen die uitgenodigd worden op dat moment, dat zijn de belangrijkste industriëlen, die worden uitgenodigd en denken dat ze over het economische beleid gaan praten. Maar daar gaat die vergadering niet over. Dus wat is de conclusie van die vergadering? Dat eigenlijk gewoon wordt gezegd, ja, beste heren, het is belangrijk dat jullie ons ondersteunen. Het wordt in principe geframed als dat natuurlijk de nazi's een oplossing zijn om het communisme te vermijden. Het wordt overigens heel vaak vergeten dat het een hele belangrijke rol speelde, die dreiging. En aan het eind van die vergadering moet gewoon iedereen zijn portemonnee open doen. En hebben ze miljoenen gewoon bij elkaar. Dat wordt gewoon opgedeeld. En dan wordt... Dan legt David de Jong als auteur nog even uit dat op dat moment de Nazi-partij een schuld had van 12 miljoen Rijksmark. Dus dat ze eigenlijk helemaal geen campagne konden voeren. Dat betekent overigens niet dat de nazi's niet anders ook zouden hebben gewonnen of dat die oorlog er niet zou zijn gekomen. Maar wat wel heel duidelijk is, dat op dat moment, en dat is in principe natuurlijk ook waarom we dat boek op de agenda hebben gezet, dat de vraag op dat moment is, oké, als jij industrieel bent en je kunt ja of nee kiezen, zeg je ja of zeg je nee? En wat hier wordt gezegd is, ja, de mensen gaan uiteindelijk gewoon voor hun eigen belang, doen een portemonnee open en ondersteunen dit dus gewoon keihard. Ja, en wat je al zei, onder dreiging van het communisme, in de campagne overigens, wat dan in het tweede deel naar voren komt, worden ook de Joden al gebruikt als een schuldenaar voor het probleem wat op dat moment zitten. Dat was natuurlijk wel iets. Hè. Ze zaten op dat moment al, die industrieel ook al in de problemen. Veel hadden al financiële problemen omdat dus de beurskracht was geweest in 1929, die langzaamaan in Europa ook steeds verder ging doortellen. Dus ze hadden natuurlijk op vele fronten een aantal van die, ze hadden al heel veel moeite om de boel overeind te houden. En zagen ook dit als een kans om weer uit te breiden, weer de motor aan te wakkeren in Duitsland, om ook weer voor zichzelf weer bedrijvigheid te creëren. Ook al waren ze in eerste instantie, hadden ze niet het gevoel van, hier, we gaan een oorlog ondersteunen uiteraard. In het tweede deel, wil jij die aftrappen volstrekt middelmatig? Nou, je gaat maar gewoon, je mag wat mij betreft rustig verder gaan. Oké. Okay. Dit is de tijd waar ik net al even kort aan stipte, is dus de tijd waar het in Duitsland niet goed gaat. Hè? Dus dit is het moment na de Eerste Wereldoorlog. Veel onrust. Ze mogen geen wapens produceren, heel veel dingen liggen stil. Er is een grote economische crisis. De dreiging van de communisten, zoals je net al zei. Maar dit is ook een tijd waarin dus ondernemers zoals Quandt en Friedrich Flick veel bedrijven vaak ook dan al op een slinkse manier overnemen om uit te breiden, om uit te bouwen. En dit is ook de periode waarin we de relatieontwikkeling zien in het boek. En dus de Günther Quandt, die was getrouwd met Magda. En Günther en Magda gaan scheiden. En daarmee raakt Magda langzaam betrokken bij de Nazi-partij. Komt in aanraking met Goebbels en Joseph Goebbels en gaat later met hem trouwen. En in die rumoer ontstaat dus ruimte voor de Nazi-partij
En wordt hij dus als tweede komt die partij naar voren in de Rijksdag, omdat ze dus heel veel stemmen hebben gekregen, mede door het beschuldigen van de Joden en de communisten en het nazisme, het nationalisme als zien als oplossing. Hij gaat verder, Hitler gaat verder met het geld inzamelen van de Rijksondernemers in die periode. Langzaamaan voor de bewapening van de SA. Daar ook weer zie je weer nieuwe namen naar voren komen van industriëlen. En het grappige is natuurlijk dat eigenlijk mochten ze helemaal zichzelf niet bewapenen vanwege de regels die waren afgesproken na het einde van de Eerste Oorlog. Dus heel veel dingen moesten op een hele slinkse manier gebeuren. Bij bedrijfjes en subbedrijven en allemaal lege handels en weet ik dan wat, om toch dingen te gaan produceren. En dat familiedrama van Magda en Goebbels, dat loopt door dit hoofdstuk heen. Dat, wat je al zei, dat maakt het zo verslindbaar, dat boek. Het geeft het een menselijk aspect. En je ziet die fragmenten van zijn dagboek. Dus je leest hoe Goebbels het leven vanaf dat moment eigenlijk interpreteert als persoon. Vanuit met Magda, zijn stiefzoon, met Hitler, met alle andere aspecten die spelen. En je ziet dat Magda steeds meer fanatieker wordt in het nazisme. Maar je ziet ook langzaamaan dat die grote eigenaar, die rijke mensen, ook steeds meer nazistisch worden. Steeds meer aanhangers worden van een partij of van de SS of de NSDAP. Ik weet niet precies de afkorting, maar dat is echt, je ziet, ze groeien in het nazisme, in het nationalisme. En in het hoofdstuk, dat was ook, daarom ik noemde het Porsche, in het hoofdstuk maak je ook kennis met Porsche, maar vooral met de Joodse medeoprichter, Joodse Rosenberger. Want ook dit verhaal komt door alle hoofdstukken terug. Dat is echt super bijzonder om op terug te komen zo meteen. Nou ja, als laatste wil ik nog zeggen, je ziet dat de industrieën zich steeds meer committeren aan het nazisme, omdat ze gewoon de economische kansen rijken. Ze zien gewoon kansen voor zichzelf, voor hun bedrijven, om te groeien. Communiceren ze zich steeds meer aan die partijen en aan die ontwikkelingen en alles wat omheen hangt. En bedrijven worden steeds meer opgekocht onder druk van de Joodse eigenaar te zetten. En die dan nu al in deze periode al moeten verkopen tegen lagere verkoopprijzen. Omdat ze de ellende voor de aankomen. En ja, ze zoeken naar geld om te vluchten uit dat nazisme. Ja, wat misschien nog even belangrijk is om toch even nog iets te zeggen over de familie Quandt. En waarom op dat Duitse boek dus deze foto voor de kijkers erop staat. Waar dus Goebbels met Magda Goebbels, hè, dus Magda Quandt, opstaat en Harold Quandt. Nergens wordt de samenwerking tussen de Duitse rijkste industriefamilies en het nazisme beter eigenlijk uitgebeeld of gevisualiseerd door die foto. Omdat dus Goebbels, de minister van propaganda en eigenlijk de partijideoloog, trouwt met de ex-vrouw van een van de rijkste industriefamilies. En daarom is dat de rode lijn ook in het boek. Quandt, en ik weet niet of iedereen dat weet, waar kennen we Quandt van? Quandt zijn de grootste eigenaren van BMW, van Varta, dat zijn de batterijen, Altana, Chemie, et cetera. En Stefan Quandt, en daar komen we naar de hand nog wel op terug, is ook heel prominent als publiek figuur in de Duitse media aanwezig en ook actief. Dus dat is bij de familie Quandt heel relevant. Waar zouden wij Magda Goebbels ook nog van kunnen kennen? Misschien dat we een linkje erin moeten zetten. Voor de filmliefhebbers, er is een film geweest over Adolf Hitler. En het meest extreme voorbeeld waar uiteindelijk het Derde Rijk mee eindigt, volgens het motto, als wij verliezen, dan moeten we onszelf ook maar vernietigen. Dat is in die film de scène waar Magda Goebbels haar kinderen en haar hele familie ombrengt, doordat ze op de Siankali tabletten, ik zal maar zeggen, doorbijten. Dus enerzijds is die verbinding tussen rijke familie en nazisme heel erg prominent, maar anderzijds staat Magda Goebbels ook voor de meest extreme vorm van, dan als we verliezen, dan plegen we zelfmoord. De film heet overigens, geloof ik, De Untergang. Dus
En dat maakt het dat die rode draad in het boek, dat men dat die rode draad de familie Kwant is en niet een van die andere families. Ja, voor mij komt dat dan niet zo sterk. Ik snap wel wat je bedoelt. Voor mij komt dat niet. Ik zie die rode draad opkomen van verschillende families. En die verbinding ook met die families, omdat ze natuurlijk ook onderling weer netwerken hebben. In verschillende netwerken zitten vrienden van. Niet van Goebbels, van Göring was het toch wel, hè? Ja, het is wat in het boek bijvoorbeeld wordt beschreven uit de dagboeken van Goebbels, is dat de nazi-partij eigenlijk helemaal niet zo'n goed netwerk heeft in het bedrijfsleven, dat dat best wel tegenvalt. En dat eigenlijk Magda Goebbels heel erg die deur weet open te zetten. En doordat die familie Kwant daar zo prominent dan aan de hand is, het allemaal wel, ik zal maar zeggen, erg versneld wordt. Dat betekent overigens niet dat er niet andere families. Dus die jij ook allemaal net noemde, dat hij daar ook niet een enorme belangrijke rol in speelde. Maar Magda Goebbels is wel iemand die dat heel erg faciliteert. Dus om één voorbeeld te noemen, zij is gescheiden van haar man Kwant. Zij heeft het recht gekregen om ik zou maar zeggen, een buitenplaats buiten Berlijn onbeperkt te gebruiken. En dat wordt uiteindelijk. Ik wil niet zeggen het hoofdkwartier, maar dat wordt in principe het verblijf waar de naties voor een heel groot gedeelte dan met elkaar afspreken en bijeenkomsten georganiseerd worden. Dus dat is gewoon maar even één voorbeeld. Dus voor de rest zaten ze financieel enorm aan de grond en hadden helemaal niet altijd overal zoveel toegang. En Magda heeft Goebbels daar ook wel heel erg sterk mee geholpen. Ja. In het tweede deel, het nationalistische spook zal spoedig voorbij trekken. Daar zie je dat we eigenlijk steeds verder uitbouwen, steeds groter worden. We hebben dat we bedrijven nu onder bedreiging komen. Hè, dus eigenaar die niet thuis past in het nationalistische model, worden gepusht om afstand te doen met een bedrijf. We zien ook de beloftes die het nazisme doet aan die rijke industriëlen om te groeien naar de toekomst, naar groter worden. En in 1935 worden dan de rassenwetten ingevoerd. En vanaf dat moment is het natuurlijk helemaal eenvoudig, want nu staat gewoon in de wet vastgelegd dat je Joden kunt verdrijven van de plek waar ze zijn en je kunt hen onteigenen van de bezitting die ze hebben. Dus het was nu helemaal eenvoudig om Joden te onteigenen en niets of een schijntje te betalen voor. Het bedrijf wat ze opgebouwd hebben. En zo zie je dat de bedrijven als de AVA, dus wat nu je zegt dat de AVA is, Vata. VATA bedoel ik, ja, want VATA is nu een AVA, maar je hebt de DMW, waar ze de wapens produceren. Je hebt de bedrijven die de grondstoffen delven. Het wordt allemaal opgekocht, waarbij een heel groot deel dus van Duitse, van de oorspronkelijk Joodse eigenaren komt. En die Joodse eigenaren steeds meer ook geld zoeken om uiteindelijk te vluchten naar of Zwitserland of naar bijvoorbeeld Amerika. En dat is bijvoorbeeld één persoon die dat dan is. Dat is die mede-eigen oprichter van Porsche. Die vlucht uiteindelijk, nadat hij in de gevangenis heeft gezeten, naar Amerika. En probeert uiteindelijk ook zelfs nog van daaruit, vanuit een soort goede beleving, contact te houden met de Porsches en het Porsche in Amerika te verkopen en op die contraire, zeg maar, te verspreiden. Het is bijzonder dat je dat volhoudt, dat die gedachte, terwijl je eigenlijk door je mede-oprichters bent verstoten en ook terwijl je in de gevangenis wordt gezet, niet wordt gered of iets dergelijks. Dat gebeurt aan een externe partij. Het is, nu komt ook Uitke, dat ook komt in beeld van de oprichter, maar de dochter die van die zit is getrouwd met, ik ben de naam van die persoon even kwijt, niet opgeschreven. Die komen ook steeds meer bij de partij en die zien dus een kansen voor het voeden van al die mensen die daarin zitten. En dat zie je straks in de oorlog ook steeds meer terugkomen. Wat opvalt in dit stuk, en dat komt ook straks weer terug, is dat Hitler, zeg maar, die geeft in eerste instantie af op de auto-industrie. Is wel weer gek van auto's, kan over zelf geen auto rijden. Maar die wil eigenlijk, zoals Amerika in die periode een hele goedkope auto had voor iedereen. De T-Ford wilde zij ook een auto voor het volk, een Volkswagen.
En die moest Porsche ontwerpen. Dus Porsche kreeg de opdracht om een wagen voor het volk te maken, maar die mocht niet meer dan 1000 Rijksmark kosten. Wat voor Porsche echt gewoon niet eenvoudig was, want hij was vooral van de nogal luxueuze auto's. Want, zei Hitler, iedereen moet een auto kunnen rijden, iedereen moet een auto kunnen kopen. Overigens, de eerste Volkswagens die geproduceerd werden, die werden helemaal niet verkocht aan het gewone volk. Die werden allemaal bereden door die top van de nazi-wereld. En wat dan ook later weer terug in het boek. Het bijzondere is dat op dat moment, hij wordt gewoon betaald voor het ontwerpen van die auto. Dus hij krijgt gewoon geld. Het is niet zo van, je moet dit doen onder dwang. Nee, je wordt gewoon vergoed voor het ontwerp. En hij maakt een afspraak voor uiteindelijk als de auto in productie gaat, dat hij een percentage krijgt, dat is 1%, per auto die verkocht wordt. Nou, als je nog weet, de Volkswagen, de Beetle, de Kever, hoeveel die verkocht was, dan kun je nagaan met het ontwerp wat hij heeft gemaakt voor Hitler, hoeveel die daar alleen maar verdiend heeft. En je krijgt dus in dit hoofdstuk, want er zitten echt heel veel bedrijven worden hier genoemd, heel veel overnames, je krijgt een overzicht van hoeveel bedrijven eigenlijk zeg maar afgepakt in die tijd van Joodse families die onder druk zijn op dat moment. Ja, wat misschien wel belangrijk is even een onderscheid te maken tussen Porsche en de andere families die genoemd worden. Porsche is namelijk de enige familie, dus Porsche Piëch, is de enige familie die door de nazi's überhaupt rijk is geworden. Dus al die andere families, die waren al steenrijk daarvoor. Dus dat is misschien wel even belangrijk nog voor het verschil. Die families die daarvoor heel erg rijk waren, die hebben, en dat is natuurlijk het grote verwijt, enerzijds dus door arisering de andere bedrijven overgenomen. Hè, veel van Joodse zakenlieden. Hè, volgens het motto van hier verkoop het maar aan mij, zolang het nog kan, anders dan weet je, en vlug maar. En dan gaat het in principe natuurlijk verder in dat boek. Dat gaat veel verder dan alleen maar Duitsland. Dus het gaat ook over bedrijven die dan over worden genomen in Polen en andere landen, die Duitsland dan verovert, of in Frankrijk, et cetera. Alleen het is een enorm goed geoliede machine, waar eigenlijk ook een hele hoop van die bedrijven, die niet pure wapen, ik zal maar zeggen producenten waren, wel in heel hoog tempo ook tot wapenproducenten, ik zal maar zeggen, getransformeerd zijn. Dus dat is uiteindelijk, de backbone van de Duitse oorlogsindustrie. Staal, auto's, dus tanks en zo hebben ze ook gemaakt, hè, Porsche. Ja. Volkswagen, wat dan allemaal komt, et cetera. Dat is gewoon de industriële backbone. En heeft natuurlijk die enorme hoeveelheid materiaal die moest geproduceerd worden. En daar komen ook die batterijen vandaan. Wat overigens, als je nu, dat is precies wat jij ook noemde aan het begin. Je staat nu, dan ga je batterijen kopen en dan koop je Varta-batterijen. En dan denk je, hey, dat zijn die oude, dat is die oude AVA-fabriek die tijdens de Tweede Wereldoorlog al die batterijen geproduceerd heeft. En dat zie je overigens nu in de discussie met Tesla en de batterijenproducenten in Duitsland. Er is gewoon een enorme continuïteit in dat hele verhaal. Dat heb ik niet eens meegekregen. Het grappige is wat jij ook zegt, hè? Dus het woord arisering, het is gewoon een hele normale, het klinkt heel logisch, het klinkt heel onzijdig, zo'n woord, het is om niks ernstig aan, we gaan gewoon bedrijf arriseren, het klinkt helemaal niet vervelend of zo. En ze zien dus achteraf, en dat is inderdaad, zoals ik kom je terug, zien ze ook dat als zij dat bedrijf hebben opgenomen van die mensen, zien zij het alsof ze hebben geholpen. Want ze hebben ze geholpen om te vluchten, ze hadden daardoor dus geld om te kunnen vluchten. En wat ik ook heel bijzonder vond in dit hoofdstuk, is dus mensen worden dus gevangen gezet, onder andere die Rosenberg, en die moeten dan heel veel geld betalen om vrij te komen. En dat is dan voor hem gedaan in dit geval. Maar ze moeten ook nog betalen voor de dagen dat ze in de gevangenis zaten, voor een soort bescherming die ze hadden gehad. Het is echt, ik vroeg me wel eens af, hoe kan je het bedenken dat je overal geld voor vraagt? Nou ja, goed, het bouwen van zo'n enorme motor, wat uiteindelijk oorlog gaat voeren, dat kost natuurlijk heel veel geld. En in het tweede, of in het derde deel, de jongens zijn inmiddels mannen gewoon, dan zit je midden in die oorlog. En eigenlijk zit je ook in het stuk wat je net beschrijft, nu worden dus al die bedrijven in die andere landen overgenomen. Dus Frankrijk wat bezet. Polen was al bezet, maar Tsjechië was bezet. En al die andere bezettingen komen aan. En ook daar gaan dus de plunderingen verder. De arriseringen gaan verder. Bedrijven worden eigenlijk niet overgenomen, worden gewoon gestolen. En die plundering,
die machine die je noemt, dat is gewoon nodig om die oorlog te kunnen financieren, om telkens verder te kunnen gaan, om Rusland binnen te dringen, het, allemaal dat soort dingen. Wat nu ook gebeurt in dat hoofdstuk, dat zie je ook, er worden steeds meer dwangarbeiders ingezet. Dus eerst hebben we dus dat we, en zo heb ik dat dan van mezelf gedeeld, eerst hebben we dus dat die mensen oneerlijk aan bedrijven komen door bedrijven af te pakken, te stelen, voor weinig over te nemen. En nu gaan we dwangarbeiders inzetten. Dus de mensen die dus in oorloggebieden zijn slaaf geworden of dwangarbeiders zijn geworden, die worden in fabrieken ingezet om grondstoffen te werven, om wapens te maken, uniform, munitie, voeding. Telkens meer productie, want de Duitse mannen zitten natuurlijk aan het front, dus hebben andere mensen in fabrieken nodig. Maar dat zijn ook heel vaak gewoon vrouwen en kinderen. Want die mannen de gins in die landen zaten natuurlijk ook aan het front. En dus die vrouwen en kinderen die zitten daar productie te doen. Onder andere bijvoorbeeld bij de werving van kobalt en kolen en in de mijnen. Wat je normaal zou zeggen, als je gewoon oprechte keuzes maakt, dan denk je dat dat kan niet waar zijn. En mensen worden zonder bescherming aan machines gezet, armen worden afgerukt. Ze lopen in kleding rond, hebben het steenkoud, ze hebben te weinig voedsel. Die bedrijven gaan nu langzaamaan een soort satellietenkampen opzetten rondom die bedrijven, of naast die bedrijven. En die worden dan opgezet door de SS'ers. Dus ze worden gebouwd door SS'ers, met dwangarbeiders uiteraard. Als die mensen in het kamp zitten, zijn ze onder leiding van die SS'ers. Worden mishandeld, krijgen te weinig voeding. Maar mensen in de fabriek zijn ze onder leiding van die fabrieksdirecteuren, eigenaren. Daar worden ze ook mishandeld en uitgebuit. Dus ze zijn nergens veilig, nooit niet. En het grappige is, die fabriek betaalt dus, of bijzondere, is dat die fabriek betaalt dus wel een loon voor die medewerkers. Alleen dat loon gaat niet naar die mensen zelf, maar het gaat naar de SS. Dus zij krijgen een loon voor die medewerkers, dan wordt betaald SS en daarmee kan de SS wel een boel dingen doen. Het is echt, als je het leest, voor mij, het was echt onvoorstelbaar als je dit soort dingen leest, dat je in staat bent om mensen zo uit te buiten. En aan het einde van het hoofdstuk zie je nog dat Flik bijvoorbeeld, die is in 1943, dus ergens zo in het midden van de oorlog, zeg maar een beetje, op de rand van dat het nog goed gaat, heeft hij een concern gebouwd met 120.000 tot 140.000 arbeiders. Waarvan de helft dus een dwangarbeider of een slaaf was. De helft. 60.000 mensen. En dus die mensen werden niet rijk door de oorlog, maar ze werden wel steeds rijker in de oorlog. En werden steeds groter door mensen uit te buiten, mishandelen, te doden. Voor mij was het echt een horrorhoofdstuk om te lezen. Ongelooflijk. Ja, ik denk wat inderdaad goed in het boek wordt uitgelegd, is dat we weten allemaal, ook uit het Nederlandse geschiedenis, onderwijs, et cetera, dat arbeidsdienst en dat die Nederlandse mannen moesten werken in de Duitse fabrieken, et cetera. Alleen dat is een andere categorie dan dat wat jij net beschrijft. En daar wordt dus ook gewoon heel erg vlijtig gebruik van gemaakt. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, omdat die Duitse mannen er niet waren. Maar het is natuurlijk echt wel een verschil. Of je, ik zou maar zeggen, Nederlandse mannen die je voor de arbeidsdienst in Duitsland te werk stelt, is nog wel een heel ander verhaal dan bijvoorbeeld hier op bladzijde 199. Daar wordt, is gewoon één zo'n voorbeeld, maar dan misschien om het wat duidelijker te maken. Wat jij net ook al zei, ja, daar heb je dus een batterijfabriek en dan heb je Ravensbrück buiten Berlijn. En daar zijn dus vrouwen die daar inderdaad onder onmenselijke omstandigheden in zo'n satellietkamp zitten, bewaakt door de SS. Die uiteindelijk voor een heel groot gedeelte die batterijen produceren. Dus dat is echt wel iets anders dan de arbeidsdienst. En dat wordt dan in de loop van de tijd, omdat natuurlijk steeds minder werknemers zijn, om het maar even zo te noemen, wordt dat steeds extremer. Dat aan de rand ook van klassieke concentratiekampen, daar dan ook allerlei soort werkkampen nog ontstaan. Waar overigens, en dat is het grote verwijt, deze industriële ijverig gebruik van maken. En zeggen van, nou weet je wat, ik zou wel in de buurt van Dachau of Auschwitz of weet ik veel wat allemaal. Ik zou daar nog wel, ik wil daar nog wel een fabriekje neerzetten. Of ik wil wel op die resources, zouden we tegenwoordig zeggen, daar zou ik wel graag gebruik van willen maken. Ja, sterker nog, ze moeten betalen voor de bouw van zo'n satellietenkamp bij hun fabriek. En dat doen ze dus gewoon. Ze vinden de middelen om een satellietenkamp te bouwen, om die dwangarbeiders in te zetten in hun fabriek, om maar steeds meer te produceren. Omdat uiteindelijk het eigen individuele egoïstische belang
om nog maar rijker te worden. Kent geen grenzen, op geen enkele manier humane grenzen. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook de kernvraag van het boek. Waar ga je als bedrijf, als ondernemer überhaupt in mee? En waar zeg je van nee, dat kan ik eigenlijk met mijn eigen geweten helemaal niet verantwoorden? Dat is natuurlijk uiteindelijk de onderliggende discussie van het boek. Ja. Nu, het volgende deel, jij zult verder leven. Nou, dit is het deel waarin we dus de ondergang van Duitsland zien. Het einde van de oorlog, de capitulatie. Het deel waarin de geallieerden en de Russen het land overnemen. Het land wordt verdeeld. Rusland krijgt het deel van Oost-Duitsland, zeg maar, voor het gemak. En geeft de andere landen zo min of meer terug aan hun land. Wordt ook eigenlijk Russisch. En het overige deel van Duitsland wordt verdeeld over de vier geallieerde partijen. Het grootste deel overigens, en ook het meest rijkste deel, is onder beheer van de Amerikanen. En in die tijd, en ook dat is weer, je begrijpt het gewoon niet, in die tijd worden dus deze industriëlen onderzocht en voor een deel ook gevangen genomen. Eerst worden uiteraard degenen die de grootste oorlogsmisdaden hebben gepleegd, worden veroordeeld in dat tribunaal, zeg maar, dat iedereen wel kent. En ja. Maar daarna moet er eigenlijk een soort tweede tribunaal volgen, waarin deze industriëlen die in die nazi-partij hebben gezeten en daar misbruik van maken, ook veroordeeld worden in een soort grote politiek theater. En dat wordt uiteindelijk eigenlijk allemaal afgezwakt. Omdat de Amerikanen ook bang zijn, en de geallieerden bang zijn, dat is door deze industriëlen, zeg maar, publiekelijk te veroordelen. In een publiek proces, dat de eerste veroordeling van degene die de meeste geluk daar hebben uitgevoerd, min of meer teniet wordt gedaan, dat je dat verkleint. En dat willen ze niet. En dan zie je een machine op gang komen bij die industriëlen, waar ze allerlei slinkse wijzes zich uit hun verantwoordelijkheid weten te praten. Ze zijn volgens hunzelf onder dwang lid geworden van de partij. Ze hadden dit niet gewild. Ze hebben het moeten doen onder dwang. Ze hebben mensen gewoon goed behandeld. Ze hebben niet kunnen zien dat mensen onder voet waren door SS bijvoorbeeld. Ze hebben mensen geholpen door ze uit te kopen zodat ze konden vluchten. Ja, dat was een goede daad die ze hebben gedaan. Je wordt ook bekend gemaakt met de term de Perselscheine. Het briefje wat mensen krijgen, een brief wat ze schrijven, die wordt geschreven over zo'n persoon die onder verdacht staat, om te praten dat hij iets goeds heeft gedaan. He, dus dan krijg je bijvoorbeeld een Joods persoon die goed is behandeld in die tijd door die persoon. Nou, je kan wel nagaan hoe eerlijk zo'n briefje tot stand is gekomen, maar de persgeschijnen, het schoonwassen van iemands geschiedenis. En je ziet dat deze rijke industriëlen ook weer hun netwerk aanspreken, zelfs het oude netwerk aanspreken, om vrij te komen. En langzaamaan zie je dat ook de geallieerden, zeg maar één ding willen, en dat is die machine weer op gang komt, de economische machine weer op gang komt. Omdat het Amerika begint te draaien en in Europa moet het ook beginnen te draaien. En Duitsland speelt daar een belangrijke rol in. Je ziet dat de geallieerden, zeg maar, zich langzaam wat meer terugtrekken uit die processen. En maar één ding willen is gewoon dat de productie op gang komt en dat de geldstroom op gang komen vanuit Duitsland Europa in. Omdat het zo'n ontzettend groot land is en heel veel kansen zitten. De Amerikanen geven geld om dat te organiseren bijvoorbeeld. En het enige land wat nog een beetje probeert processen op te zetten en veroordeling te organiseren en aanklagers heeft, dat is Amerika. Maar ook dat wordt uiteindelijk steeds zwakker en steeds minder krachtig. De enige die echt lang heeft vastgezeten, dat was Flink, als ik het heb. Von Flink, maar Flink toch, als ik me even wel. Ja. Die heeft een veroordeling gekregen van 10 jaar. 10 jaar gevangenisstraf. Voor alle misdaden die ze hebben gedaan, 10 jaar, dat is ongelooflijk. Maar hij heeft maar 8 jaar vastgezeten, want hij is uiteindelijk eerder vrijgelaten, omdat daar weer een akkefietje was met de aanklager die homoseksueel was en dat mocht niet in die tijd. En dat werd dan zogenaamd vrijgegeven en daardoor heeft hij uiteindelijk het weer afgezwakt en kwam hij 8 jaar kwam hij alsnog vrij. Maar onvoorstelbaar. Wat misschien nog wel even nog uitgelegd moet worden, is dat uiteindelijk, dus wat je eigenlijk helemaal aan het begin van het boek ziet, dat industriëlen heel makkelijk meedoen, omdat de dreiging er is van het communisme.
Dus in principe na de Tweede Wereldoorlog, op een hele andere manier hoor, ook weer in principe een reden is om die industriëlen niet te vervolgen. Dus, en we hebben in een andere boekbespreking van Moonshot, hè, voor de fervente luisteraars, ik moet zo nog even linken erin zetten. Bij Moonshot gaat een groot gedeelte van het boek over het ruimteprogramma van Kennedy. En er wordt uitgelegd dat de Duitse wetenschappers, en ik ben even de naam kwijt voor dat project, voor het einde van de oorlog, en Werner von Braun was SS'er, allemaal naar Amerika getransporteerd zijn, omdat ze toen al wisten dat het een wapenwedloop of dat het een wedloop zou worden met de Russen op het gebied van raketten. En dat is hier wat hier op dit moment ook weer gebeurt. Want de vraag is van ja, waarom worden die industriëlen natuurlijk niet berecht volgens het tribunaal van Nuremberg? Ondanks het feit dat gepland was, dat die Koude Oorlog direct eigenlijk al uitgebroken is op het moment dat Duitsland bezet werd door de Russen en de Amerikanen. En dan zegt men van ja, nou, die bedreiging van Rusland, die vinden we relevanter dan die industriële berechten. En daarom laten we maar heel snel hier een streep doorheen halen. Laat David de Jong als auteur heel goed zien aan de hand van bronnen, et cetera. Wat natuurlijk zeer, zeer, zeer onbevredigend is. En dan is onbevredigend natuurlijk een zeer eufemistisch uitgedrukt. Dus wat je uiteindelijk gewoon weer ziet, is dat binnen de kortste keren inderdaad iedereen aan de hand van zo'n persilschein, hè, dus het schoonwassen, uiteindelijk gewoon weer de draad kan oppakken. Alleen het wordt wel goed uitgelegd waarom dat zo is. Ja, en dan in het deel over 9-0, dan zie je dus dat door die enorme economische groei, zie je dat Duitsland hier opkrabbelt. Dat we steeds rijker worden, dus die industriëlen worden ook nu rijker. Ondanks dat ze dus veel fabrieken hebben moeten teruggeven, zoals in Frankrijk en alle andere landen. Natuurlijk met het einde van de oorlog waren ze die allemaal gelijk kwijt. Een aantal industrieën hadden ook bedrijven in Oost-Duitsland. Ondanks dat het dan Duitsland was, waren ze ook die bedrijven uit elkaar. Maar die vielen nu onder de Russen, die hadden dat onteigend. Maar toch zijn die industrieën zijn nu in staat om weer hun bedrijf op te bouwen. En om te schakelen naar de producten die ze nu nodig hebben, gewoon in de westerse wereld. De gewone producten, gewone auto's, niet met tanks, gewone batterijen. Batterijen voor andere doeleinden, voor onderzeeërs, voor raketten, weet ik dan wat. En dus je ziet dat die eerste generatie kinderen van diegenen die in de oorlog hebben meegedaan, van de oprichters, dat die nu opstaan en die bedrijven overnemen en groeien. En ook bijzonder zien is dat dus heel vaak zij die connecties wel hebben gehouden met die oude nazi partijgenoten, de oude nazi-aanhangers. Sterker nog, een aantal van die mensen zijn nog steeds nazi-aanhangers. En die nemen ze op in die bedrijven, die worden directeur van een bepaald bedrijf. En het netwerk wat ze toen hadden, wordt nog steeds enorm ingezet. En die kinderen die doen niets anders dan de bedrijven uitbouwen. En wat ook bijzonder te zien is dat hij dus een aantal momenten beschrijft waarin dus de bedrijven uiteenvallen, omdat de kinderen verschillende visies hebben op de toekomst van het bedrijf. Porsche zit voor een deel bijvoorbeeld, Porsche en Piëch, die zitten op verschillende locaties, Oostenrijk en Duitsland. Trekken op dat moment tot elkaar, later komen ze bij elkaar. En zo zie je eigenlijk dat in de economische opwaartse kracht, zeg maar, die ontstaan in die periode, dat die bedrijven gewoon enorm groeien en dat eigenlijk er weinig discussie is over het oorlogsverleden van die mensen op dat moment. Ja, om daar op aan te vullen is dat en dat is ook in de proloog en de epiloog aan het einde een heel belangrijk thema ook is, waar we bijvoorbeeld in de podcast helemaal niet zozeer nu op in zijn gegaan, is dat het eigenlijk om de vraag gaat van ja, hoe ga je nou eigenlijk met het verleden als huidige ondernemer om als je weet dat je grootvader of je vader dat vermogen enorm vermeerd heeft door dat wat we net allemaal in de podcast beschreven hebben. En daar staat ook weer Quandt centraal, omdat namelijk Stefan Quandt als een van de hoofdeigenaren van BMW, en daar wordt het dan op een gegeven moment ook weer heel luguber, stichting heeft, die nog steeds vernoemd is naar zijn vader of grootvader. Maar dus daar geen afstand van kan nemen en zeggen van ja, dat zouden we eigenlijk anders moeten oplossen of daar transparanter over zouden moeten zijn, ook in de internationale context.
En zelfs de BMW-stichting of de BMW Foundation, de Harold Grant Foundation, heeft dan zelfs als opgave om responsible leadership te promoten wereldwijd. En daar wordt het dan natuurlijk wel heel erg absurd. En wat David de Jong in dat boek ook aankaart, is van waarom nemen die families niet meer afstand van hun eigen verleden, gaan daar transparanter mee om en dragen uiteindelijk ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid voor wat hun ouders en grootouders hebben aangericht. In plaats van mediaprijzen uit te reiken, foundations te hebben, et cetera. En in de epiloog, en dat maakt het bijvoorbeeld ook weer heel erg sterk, beschrijft David de Jong een bezoek aan het museum in Tel Aviv. Overigens met zijn Duitse vriendin, ook interessant. David de Jong heeft een Joodse achtergrond. Waar dan als sponsoren, en dan schrijft hij in het Hebreeuws, de aanblik van de namen Quant en Flick, geëerd in een Israëlisch museum met hun namen in het Hebreeuws geveld, was zoals de Duitsers zouden zeggen unheimlich, luguber. En dat is ook een verhaallijn in het boek die uitermate interessant is. Dus het is enerzijds gaat het boek over wat is er gebeurd in de oorlog, maar, en dat is natuurlijk dan weer de link naar allerlei andere boeken die we bespreken, wat is eigenlijk de verantwoordelijkheid in het heden ten opzichte van het verleden, maar ook de verantwoordelijkheid ten opzichte van de toekomst. En dan is de link ook weer gemaakt met de goede, wat is het, voorouder? Even zeg ik het goed. Ja. He, dus dat je zegt van oké, wat is eigenlijk onze verantwoordelijkheid als ondernemers ten opzichte van toekomstige generaties? Dus we zijn heel erg bevoorrecht nu. We mogen heel erg blij zijn dat wij met deze vragen allemaal niet geconfronteerd zijn geweest als ondernemer. Want wij hebben niet namelijk in de jaren 30 geleefd. We hebben niet, alleen, hoe gaan we op dit moment met onze verantwoordelijkheid nu om, ten opzichte van het verleden en ten opzichte van de toekomst. Ja, ja, eens. In die laatste twee hoofdstukken, drie hoofdstukken, zie je ook, zeker de laatste twee hoofdstukken, waarbij dus die eigenaar weer het bedrijf opbouwen, zie je ook dat ze continu ontkennen dat ze eraan hebben meegewerkt en niet willen terugbetalen, geen mensen willen vergoeden voor het onrecht dat aangedaan is. Niks van dat, maar dat zie je dus ook hun kinderen en kleinkinderen weer doen. He, dus ze blijven negeren, ze blijven zeggen dat ze wel onderzoek doen. En dat onderzoek wordt niet echt publiek gemaakt, daar moet je heel erg naar zoeken, is het onvindbaar. Dus ze ontkennen eigenlijk het niet, maar ze maken het ook niet transparant, ze maken het ook niet echt duidelijk. En dus ze blijven negeren dat ze eigenlijk daar een verantwoordelijkheid hebben om daar ook financieel ook wat te compenseren. Iets aan genoegdoening doen. Niks van dat. Gewoon helemaal niks. Met één familie uitzondering. Die doen elk. Rijman. Ja, elke 10 jaar storten ze, geloof ik, was het ja, 200 miljoen. Dat is de enige positieve, de enige positieve uitzondering. En Rijman kennen we omdat ze in Nederland Douwe-Egberts hebben overgenomen. Ze hebben die Cogonit tabs en Cookie Dent en zo allemaal uitgevonden. Dat is de enige uitzondering. Overigens een ongelooflijk interessant verhaal. Kunnen we omwille van de tijd nu even niet op ingaan. Misschien nog wel even aanvullend op wat jij net zei. Die onderzoeken die worden gedaan elke keer als er een schandaal bijvoorbeeld is, of ik zou maar zeggen in de media dat thema heeft opgegrepen. Die wetenschappelijke studies die zijn heel goed en heel correct. Want dat is in principe waar David de Jong zijn boek ook op baseert. Alleen, omdat dat vakpublicaties zijn door hoogleraren die alleen maar door academici die op dat gebied geïnteresseerd zijn, gelezen worden, blijft dat in principe in de niche. Dus je kunt in principe zeggen, ja, kijk maar, we hebben onderzoek gedaan, dat is helemaal niks nieuws. Maar de naam van die stichtingen wordt niet veranderd, het wordt niet transparant op die websites gezet, er wordt geen vraagteken gezet achter de doelstelling van zo'n BMW Foundation, waar je de vraag echt moet stellen van, is het nou aan ons om het over responsible leadership te hebben? Zouden we niet beter dat de bakken met geld aan andere dingen moeten geven? En zeker niet daar zelf gaan staan over responsible leadership. Want ik denk dat jullie de laatste zijn die daar dat recht eigenlijk van spreken heeft. Dat is eigenlijk waar dat over gaat. Dus eigenlijk de grote bijdrage die David de Jong hier maakt, om weer de cirkel rond te maken, is dat hij eigenlijk deze kennis toegankelijk maakt voor een zeer breed internationaal publiek. En dat als we volgende keer, ik zal maar zeggen, de pizza van dokter Utkar uit de schappen halen, dat we denken, oh, ik heb nu wel een heel ander beeld over de familie Utkar dan ik tot nu toe had. Nou, dat lijkt me een fantastische afsluiting. Dit boek, ik zou zeggen, en ik heb hem ook aan meerdere mensen al aangeraden, het is echt een heel bijzonder, ik wil niet zeggen geweldig, want het is ook luguber, het is ook echt verschrikkelijk om te lezen. Maar het is een geweldig interessant boek om te lezen, omdat je
zoveel dingen leert die, ook al heb je veel dingen over de oorlog geleerd, niet tot nu toe had gelezen en had geleerd. En dat geeft je, wat jij net al zei, een ander beeld op de producten die we nu gebruiken, nog steeds gebruiken. En ik hoop dat het je ook iets van inzicht geeft over hoe zou je met dit soort zaken zelf moeten omgaan naar de toekomst toe. Hè? De zeven generaties, wat wil jij achterlaten? Wat is jouw bijdrage aan een verbetering van de maatschappij? Accepteert, laat je het allemaal gaan, omdat je vindt dat je zelf al hard genoeg werkt aan de economische opbouw van de maatschappij? Of maak je werkelijk een statement en doe je iets aan? Dankjewel voor het luisteren. En het was weer een geweldige aflevering. Oh, en dit keer het boek De Natiemiljardairs. Dankjewel, Tom. Ja, dankjewel, Erno.